Richard is geboren in Kenia, heeft een Duits paspoort, woont in Essen en speelt voetbal. Zijn vriendin Liesa werkt bij de telecom. De relatie duurt 14 maanden tot ze uit elkaar gaan. Richard vraagt om een laatste gesprek. Dan wurgt hij haar in de nacht van 17 april 2012. Hij rijdt het lichaam met een huurauto naar een bos in de buurt van Essen. Liesa wordt vermist, velen zijn betrokken bij de zoektocht. Richard is in mei gearresteerd. Zijn broer zit ook kortstondig in de gevangenis voor verdenking van medeplichtigheid. Maar pas in oktober wordt het lichaam door kinderen in het bos gevonden. De dader zwijgt in de rechtszaal. Zijn vader en broer zwijgen ook als ze worden ondervraagd over de relatie van het voormalige echtpaar, wat een aanwijzing kan zijn dat er ook sprake is van geweld. Alles bij elkaar genomen verraadt de dader zichzelf zonder dat hij dat wenst. Zijn advocaten eisen vrijspraak. Lisa's broer getuigt dat Richard had gedreigd zijn ex-vriendin te vermoorden voor de misdaad. Lisa's moeder getuigt dat Richard zijn vriendin alleen voor zichzelf wilde. Ze moet haar Facebook-account verwijderen en stoppen met uitgaan met haar vrienden. De regionale rechtbank van Arnsberg veroordeelt Richard in juli 2013 12 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor opzettelijke doodslag. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag.